Dit is een oefenopgave voor de 3F-rekentoets. Wil je de opgave eerst zelf maken? Pauzeer dan de instructie. We zien hier een verhouding tussen geld en procenten. Omdat we moeten eindigen op 600 euro, moeten we eerst terugrekenen. We willen 600 euro hebben en dat is 110%, want aan het einde wordt er 10% premie verstrekt. We willen weten hoeveel 100% is. Dit gaan we eerst uitrekenen. 110 gedeeld door 110 is 1 keer 100 is 100 cent. Aan de bovenkant van de verhoudingstabel doen we nu hetzelfde. We rekenen dus uit 600 gedeeld door 110 keer 100 en dit is 545,45 euro. Dit moet aan het eind van de 5 jaar op de rekening staan. Die 545,45 euro is 103,5%, want we kregen in het laatste jaar 3,5% rente. We moeten dit terugrekenen naar 100%. 103,5 rekenen we terug naar 100%. Dit doen we door te delen door 103,5 keer 100. Aan de bovenkant doen we nu hetzelfde. Gedeeld door 103,5 keer 100. De rekensom 545,45 gedeeld door 103,5 keer 100 is 527 euro. De vraag is, hoeveel geld moeten ze extra op een rekening zetten? Dus 527 euro min de 430,32 euro die er al stond is 96,68 euro. Dat is het antwoord.